Want ik hoor nu dat VAP met 96.000 stemmen voorstaat en NDP met zoveel 50. Het is, kijkt u naar die groep en als die gezellige groep daar niet eens bewust, maar in die hele gezelligheid, in plaats van een 6 en 9 heeft gezet, scheelt het toch wel van 66 naar 96. Dus ik ga nu een protest indienen. Er komt een protest. Het OKB zelf heeft geen formele klacht over de onregelmatigheden gehad. En ook niet een formele eis. Ik kan dus daarop niet echt reageren. Wat ik weet is die ene app die zei hertelling, vraagteken. En ik zei wat? Doei, president. Toen zei ik, oh. Wij gaan hertelling aanvragen. En wat we gaan vragen is, laat in elk district, elk stembureau, laat men aangeven, zodat het volk kan zien. Het is een hertelling van het hele land. Misschien als hij me gevraagd had om mijn mening, had ik hem gezegd, op dit moment kan je niet het hele land hertellen in deze fase. Waarom niet? Omdat de hoofdstembureaus hun werk al gedaan hebben. Alleen hier is het. En Wanika zijn nog bezig. Wij gaan ook protest aantekenen. Maar laat elk stembureau rustig op de televisie komen. Dan kunnen wij als natie allemaal meetellen. En niet een procesverbaal dat niet klopt. Of niet gefilmd mag worden. Of een halve informatie, waardoor het leek alsof de zaak afgelopen is. Kan het binnen verklaren van de verkiezingen langer en veel langer op zich laten wachten, omdat er een protest is aangetekend of gevraagd of verzocht wordt naar hertelling en dat soort zaken? Het mag niet langer en veel langer, mag niet. Het is het land te veel onzekerheid. Kijk wat nu gebeurt. Iedereen wordt ongeduldig. Dus wij houden daar automatisch rekening mee. En wij werken ons te pletter eigenlijk en daarom normaliter had ik al bijna alle componenten al. Had ik onderzoek al gedaan van je list namelijk wat je moet gaan onderzoeken. En dat is nu nog geen letter op papier gezet. Omdat je hiermee geoccupeerd wordt en mensen die niets begrepen van de wetten zitten aan je oor te kletsen. Dan ga je ook even van slag. Dus moet ik me niet meer opwinden daarover en me gewoon focussen op wat te wachten staat. Maar het is gewoon misselijk. Misselijk dat dit gebeurt. We hebben totaal geen respect voor elkaar. Trouwens, dat heb ik nog maar niet zeggen. Dus wat is dit? Dit is toch een opstopping? Ja. Dit is gewoon een opstopping. Slechte organisatie, allerlei dingen. Stembureauvoorzitters die vermoedelijk geen PV's kunnen invullen. Weet ik veel wat allemaal gebeurd is. Slechte training misschien, slechte selectie. Daar heeft het allemaal mee te maken hoor. Dit is verschrikkelijk wat met Hoofdstembureau Paramaribo gebeurt. Die trash ruimen ze nu op. Wie zou verdient een antwoord die u meemaakt? De slechtste. Is aanvragen van een hertelling automatisch krijgen van een hertelling? Voor het OKB niet. Maar het OKB is neutraal, objectief en staat boven partijen. En die gaat niet zo'n beslissing uitsluitend op haar eigen bevinding. Zou president of voorzitter ook toe? Voor NDP en Taiki Aladdin, NDP'ers die dus in een nogal down sfeer waren. Ik kan me best voorstellen, hè, dat moet je zo onderbergen of hoe, jij dat niet verwacht. Maar de eindgame moeten we afwachten en daar is men waarschijnlijk huiverig voor en begint men een hoop babarie te maken. Is logisch als je zegt van er zijn onregelmatigheden, brada, dan ga ik hertelling aanvragen. Ik zeg maar niet alleen hertelling, laten we elk stembureau publiceren. Iedereen was daar, iedereen heeft meegeturfd, laten we elk stembureau publiceren. Wat
al gestuurd is naar alle media op dit moment, staat ook op onze website nu, zijn de processen verbaal waarvan onze toezichthouders foto's hebben gemaakt van Paramaribo. We ontbreken 16. En toen dacht ik, nou ja, er is zoveel reus. Het is dat rauwe materiaal, het zijn de processen verbaal van 274 min 16. En dat hebben we ook aangegeven in een berichtje van 16 ontbreken. Maar ik bedoel, 16 stembureaus op 274 is zo miniem dat je het maar stuurt. En dat zijn de foto's van de processen verbaal. Wat ziet men allemaal? De uitgebrachte stemmen? De uitgebrachte stemmen op DNA. Deze cijfers zijn zeer voorlopig. Ik kan niet zeggen niet officieel, omdat het van de officiële VP's komt, van de stembureaus, want het zijn wel voorlopige cijfers. Er kunnen telfouten zijn gemaakt, dat gebeurt. Daarom zie je soms de voorzitter van het stembureau rondhuppelen om zijn fout te komen corrigeren. Dus dit is wat ik altijd noem het rauwe materiaal. Dat betekent dat de binnen verklaren van de verkiezing. Binnen hoeveel tijd moet dat gebeuren of hangt dat helemaal van het proces af? Dat van het proces afhangen. Wanneer het eindresultaat door CAS bekend is gemaakt, dan is het mijn gewoonte dat ik ongeveer 10 dagen daarna met het proces verbaal klaar ben. Nu houdt dit op. Wanneer dit er niet was, was ik al bezig met de componenten van het proces verbaal. Alles te listen, ik heb totaal geen tijd. Dus het zal waarschijnlijk dit keer echt 2 weken duren. 2,5 week denk ik. Want je moet rekening houden met die 30 juni nog. Of 25 juni, zoiets. Dat je toch wel bindend verklaart of niet bindend, althans een uitspraak doet voor die termijn.